Johan, hoe vond je het gisteren? Je wilt één speler er even uitlichten, begrijp ik, toch? Nou ja, kijk, Danny... Daley. Daley Blind, die was afschuwelijk slecht tegen Peru. En iedereen heeft recht om slecht te spelen. Maar hij was opnieuw afschuwelijk slecht tegen Frankrijk. Ja. En dan denk ik, ja, dan houdt het op dit niveau. Omdat we dus ook wel eens een beetje weten... en Van Hanegem onderstreepte dat nog eens vanochtend in het AD... dat verdedigen is nou niet zijn sterkste punt. En hij staat nu op posities dat hij moet verdedigen. Ik begrijp de aankoop van Ajax wel, want hij is multi-inzetbaar. Je kunt hem in het centrum, back, middenveld laten spelen... en voor dat Ajax-niveau in de Nederlandse competitie is een hele nuttige speler. Maar hij blijkt in het Nederlands elftal echt tekort te komen. Want ja, het was gewoon niet om aan te gluren. En dan... op Fox was iemand die was best enthousiast over. Met blond haar en een jasje. Ja, maar die ziet de hele week eerste divisie voetbal. De keuken kampioen voetbal. Ik was er helemaal niet anders. Ik weet niet hoe je daarbij komt. Je was zo positief. Je was niet... Ik was enthousiast over Frenkie de Jong. En ik vond Matthijs de Ligt, daar hoor ik niemand over, die vond ik fantastisch. En ik vond Tete en Promes verschrikkelijk. Dat heb ik gezegd. Hmm. Maar jij haalt wel... Wat vond je van Blind? Tete, die ging de tweede helft, kwam hij nog wel aardig doorheen. De eerste was het... Nou ja, hij had wel die voorzet waar ze de bal uit... Ja, maar überhaupt de tweede helft ging... Eerst deed hij ook van die overstapjes over die bal heen. Van die, ja, maar hij speelt bijna alles terug, man. Vond je de video leuk? Reageer dan via onze comments hier beneden. En abonneer je natuurlijk op ons YouTube-kanaal. En denk erom, geen cholo-comments.